Goedenavond allemaal, dappere mensen die de storm trotseren. En welkom bij deze avond georganiseerd door Radboud Reflects, waar we gaan spreken over vervreemde burgers, teleurgestelde burgers en vervreemde politici, zo moet ik het zeggen. Ik ben Maite Tjonahi, ik ben gespreksleider vanavond. Zoals we al zeiden, we spreken vanavond over de politiek van vandaag, waarin we menen in ieder geval een geluid te zien van een kiezer die vooral nee lijkt te zeggen, die teleurgesteld is en die het vertrouwen in de politieke elite kwijt is, als het er ooit geweest is. En we gaan vanavond onderzoeken hoe het nou komt precies dat mensen klaar zijn met die politieke elite en wat er achter die emotie van die teleurgestelde kiezer zit. Dat gaan we doen met Ewald Engelen en Charlotte Brandt. Ze zitten een beetje verspreid. Ewald Engelen behoeft misschien wel geen introductie. Hij is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik denk dat u hem allemaal met name als tv-gast, radiospreker en publicist zullen kennen. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer, Follow the Money, de correspondent. En als u hem daar nog niet van kent, dan kent u hem wellicht omdat hij op de lijst staat voor de Partij van de Dieren. Hij zal zo meteen een aftrap geven van een lezing van ongeveer 45 minuten. Daarin spreekt hij dus over die ontevreden kiezer en de politieke elite. En dat doet hij aan de hand van twee termen, de grote ontgoocheling en de grote vernedering. Gaat hij straks allemaal verder uitleggen, volgens mij. En om in gesprek te gaan met Ewald is hier Charlotte Brandt. Zij is parlementair historicus hier aan de Radboud Universiteit. En zij deed historisch onderzoek naar afgetreden bewindslieden en gevallen ministers. Ewald, ik geef je graag het woord. Ja, hartelijk dank voor de introductie. Ik ga wat uitproberen. Ik ben een crisisexpert en niet een expert van crisis in zijn algemeenheid, maar een expert van deze crisis. Die is in 2008 begonnen, september 15, 2008. Het bankaire stelsel internationaal dat met donderend geraas in elkaar stortte. Dat leidde tot allerlei noodreddingsacties van de kant van staten, natuurlijk gesteund door burgers. Want als staten reddingsacties verrichten, dan doen ze dat met belastinggeld. Dat heeft wereldwijd duizenden miljarden euro's en dollars gekost. En het heeft in hele belangrijke mate bijgedragen aan een grote en groeiende scepsis bij een groeiend deel van het electoraat in het type expertise dat gemoeid was met die financiële sector. Economen, bankiers, accountants, fiscalisten, advocatuur. Het was allemaal op de een of andere manier betrokken bij het bouwen van een groot bouwwerk aan schulden en schuldtitels en titels daar weer bovenop en daar weer bovenop. Wat, zoals ik net al aangaf, in 2008 met donderend geraas in elkaar is gestort. En wat ik fascinerend vind, is dat we weten uit de politieke geschiedenis dat meestal 5 jaar na een financiële crisis er op de een of andere manier een politieke reactie plaatsvindt. En die politieke reactie die mondt dan eigenlijk altijd uit in fragmentatie van het parlementaire landschap en een vlucht van het electoraat naar de randen van het politieke speelveld, zowel links als rechts. Dat hebben we in deze crisis niet gezien, want dat heeft hier heel veel langer geduurd. En dat heeft onder andere zoveel langer geduurd omdat we dus inderdaad massaal belastinggeld in dat bankaire systeem hebben gestopt om ervoor te zorgen dat die banken niet omvielen. Maar met een zekere mate van vertraging gaan we nu, en dat is eigenlijk vorig jaar al begonnen, een politieke reactie zien van een groeiend deel van het electoraat die op de een of andere manier zijn bekomst lijkt te hebben van de politieke elite en de paardenfluisteraars die politieke elite om zich heen verzameld heeft. En die paardenfluisteraars, dat is dus inderdaad een bepaalde vorm van expertise, deskundigheid, professies en professionaliteit die weer mede door die financiële crisis, maar ook door het type begrotingsbeleid wat vanaf 2010 met name in Europa doorgedrukt is, geleid heeft tot discreditering en delegitimering. En we zien dus in toenemende mate dat de politieke kasten
hun paardenfluisteraars, maar ook de media spreken van post-truth politics, feitenvrije politiek. Dat vervolgens ook verwijten aan het electoraat dat die niet meer gevoelig is voor dat soort expertise en voor de feiten die geproduceerd wordt door die professionals. Daar ga ik het vanavond over hebben. En ik doe dat in drie blokken. Ik doe het onder de titel, en dat staat achter mij, het grote wantrouwen. Het grote wantrouwen van kiezers ten opzichte van politiek, ten opzichte van de deskundigheid die rond die politiek zich geplooid heeft. En ten opzichte van in toenemende mate het politieke bestel. En daar hoort dus ook in zekere mate academia bij en de journalistiek bij. Ik doe dat in drie blokjes. Ik begin met de grote ontgoocheling. Daarna ga ik het hebben over de grote vernedering. En ik eindig met de grote vervreemding. En ik had oorspronkelijk bij het samenstellen van mijn plaatjes ook nog een slide toe willen voegen over wat er dan gebeuren moet. Maar die heb ik weer verwijderd. Omdat ik me kan voorstellen dat in het vraag en antwoordspel wat we na afloop gaan doen, het misschien wel leuk is als ik in ieder geval de poging ga wagen om iets te vertellen over wat er volgens mij gedaan moet worden om die grote ontgoocheling te lijf te gaan, die grote vernedering te verminderen en die grote vervreemding ook voor een deel te bestrijden. Oké. Volgens mij voorlopig duidelijk, hè? En even voor jullie begrip, of voor uw begrip, ik heb dit verhaal eigenlijk nog nooit eerder gehouden. Ik heb het wel eens kort opgeschreven en het is te vinden in allerlei columns en andere langere stukken, in brokstukken en delen die ik over de afgelopen jaren in allerlei media gepubliceerd heb. En de bedoeling is dat ik dat op een gegeven moment ook bij elkaar ga vegen en dat ik na de verkiezingen in Nederland, maar ook in Frankrijk en in Duitsland, want we hebben natuurlijk een groot verkiezingsseizoen in Europa voor de boeg, dat allemaal een keer bij elkaar veeg en er een mooi essay van gaan maken. Dus wat dat betreft bent u in feite een soort proefkonijn. Ik laat op u een soort essay los. En we kennen het fenomeen essay als een geschreven tekst waarin iemand in feite een redeneerlijn uitprobeert. En ik doe dat mondeling, verbaal ga ik ook een soort essay op u loslaten. En ik ben dan ook zeer benieuwd naar de reacties en de respons die ik straks ga krijgen. Ik begin met de grote ontgoocheling. En dat doe ik aan de hand van een aantal plaatjes. Hoe ga ik dat doen? Dat doe ik aan de hand van een aantal plaatjes. Ik ga zo vertellen wat dit plaatje achter mij behelst. Maar een van de dingen die enorm opvallen als je kijkt naar de recente geschiedenis van het kapitalisme, onze politieke economieën in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten, dan is het dat vanaf het einde van de jaren 70, met name de exportsectoren in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika geconfronteerd werden met een winstgevendheidscrisis. Zij zagen hun arbeidskosten omhoog lopen, zij zagen hun winsten afnemen en zij zijn op dat moment aan het werk gegaan om een politieke oplossing voor hun eigen winstproblemen te gaan vinden. Die politieke oplossing is geworden in Nederland in 1982 het akkoord van Wassenaar, het inzet op loonmatiging ten einde het concurrentievermogen van de Nederlandse exportsector te vergroten. Dat is één aspect geweest van het antwoord op die winstgevendheidscrisis. Het tweede aspect is geweest toenemende internationalisering. We noemen dat met een lelijk anglicisme globalisering, maar het is duidelijk dat vanaf het einde van de jaren 70 politieke elites in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika, ingefluisterd door representanten van het grootbedrijf, in feite een vertoog hebben opgesteld, een narratief hebben geconstrueerd, waarbij in feite heel veel economische voorspoed en welvaart verwacht werd door het weghalen van belemmeringen op handel. En dat betekent handel in goederen en diensten, maar eerst en vooral het wegnemen van belemmeringen als het gaat om kapitaalverkeer. Dus vanaf het einde van de jaren 70 zie je in toenemende mate in een groeiend aantal landen dat er pogingen gedaan worden via wetgeving om de bestaande beperkingen op internationale kapitaaltransacties
af te breken. Nou, het resultaat daarvan is geweest, nu 30, 40 jaar later, dat we allerlei vrijhandelsverdragen gesloten hebben. Dat we in Europa een interne markt geconstrueerd hebben. Die feitelijk betekent dat er marktharmonisatie heeft plaatsgevonden. De eisen waar je als multinational aan moet voldoen om kippen te verkopen in Nederland, die zijn exact dezelfde aan de eisen waar je aan moet voldoen om kippen te verkopen in Polen. Wat enorm scheelt in de lastendruk voor zo'n groot bedrijf. En dat geldt eigenlijk voor alle soortige producten. Of het nou gaat om mobiele telefoontjes, auto's, onderdelen voor vliegtuigen, schokdempers, het maakt allemaal niet uit. Feitelijk betekent het dat je hoeft te voldoen aan één set van eisen en je kan het verkopen aan 500 miljoen consumenten in de Europese Unie. Die twee tendensen, dus aan de ene kant politieke steun voor het streven naar winstherstel bij de exportsector, wat dus geleid heeft tot loonmatiging. En aan de andere kant het afbreken van wettelijke belemmeringen op goederen, diensten en kapitaalverkeer heeft geleid tot wat u achter mij geprojecteerd ziet. Wat u achter mij geprojecteerd ziet is namelijk het volgende. Dit gaat over de verdeling van de toegevoegde waarde die in de private sector gegenereerd wordt tussen kapitaal aan de ene kant en arbeid aan de andere kant. Dit heet de arbeidinkomensquote. En het gaat over een aantal landen. Advanced economies, dus dat is het hele stelsel van alle ontwikkelde economieën. Dat is de blauwe lijn. Japan is de rode lijn. Verenigde Staten is de groene lijn. En Duitsland is de paarse lijn. Nederland kan je er zo op projecteren. En eigenlijk across the board vanaf het einde van de jaren 70, begin jaren 80, zie je dat het aandeel van de toegevoegde waarde die in de private sector geproduceerd wordt, dat naar arbeid gaat, aan het dalen is. En eigenlijk is het overal ongeveer met 15% procentpunten gezakt. Ook in Nederland van pakweg 85 naar pakweg 70 nu. En dat is dus een figuur wat heel erg lijkt op wat we hier achter mij geprojecteerd zien. En dat betekent dat het verhaal wat daarbij hoorde, namelijk het verhaal van globalisering, het verhaal van trickle-down economics, het verhaal dat een rising tide lifts all boats, maar heel partieel waar is. Want de wereld die we gecreëerd hebben door aan de ene kant in te zet op loonmatiging, aan de andere kant ruim baan te geven voor grensoverschrijdend kapitaalverkeer, heeft een wereld opgeleverd waarin de onderhandelingsmacht van de factor arbeid danig geërodeerd is ten overstaan van de onderhandelingsmacht van de factor kapitaal. En in heel veel landen, waaronder Nederland, maar ook Duitsland, zien we dus ook dat veel huishoudens eigenlijk niet of nauwelijks geprofiteerd hebben van het nominale toename in het bruto binnenlands product. Als je dat bruto binnenlands product ziet, dan zie je dat dat eigenlijk vanaf het einde van de jaren 70 vrij constant stijgt. 2008 keldert het naar beneden, daarna trekt het langzamerhand weer op. Maar de inkomens van gemiddelde huishoudens in landen als Nederland, Duitsland, Verenigde Staten, Italië, etcetera, hebben daar niet of nauwelijks van geprofiteerd. En daar heb ik dus een plaatje van. Dit is dat BBP-groei. Dat ziet u hier vanaf 1950 geprojecteerd voor een hele reeks van landen. En het stijgt allemaal fantastisch. En dat is dus ook het verhaal wat verteld wordt rond die globalisering. En globalisering is goed. Het leidt tot toenemende specialisatie. Het leidt tot dalen van de productiekosten. Stijging van de productiviteit. U kunt meer kopen. U wordt er rijker van. Uw inkomen stijgt. Prachtig allemaal. En dit is natuurlijk allemaal BBP per hoofd van de bevolking. Dus economische groei per hoofd van de bevolking. We hebben het hier niet over de verdelingseffecten. Maar we zien dat het allemaal omhoog gaat. Hosanna! En iedere eind januari van ieder jaar komt dus in Davos het World Economic Forum bij elkaar, waar dus regeringsleiders van Noordwest-Europa, Noord-Amerika, de CEO's van de grote banken en het grootbedrijf samen met een aantal vooraanstaande academici, meestal van economische huizen en natuurlijk de supranationale organisaties, IMF, Wereldbank en wat iets meer zij, bij elkaar komen en daar feitelijk met elkaar opnieuw bepalen wat het narratief moet zijn, wat dit project van toenemende internationale vervlechting verder moet schragen. Nou, dat is het verhaal. Het is goed voor iedereen. Het leidt tot toenemende welvaart. En we moeten dit vooral blijven ondersteunen. Nou, een van de constateringen die je dan kunt maken is van ja, het ziet er inderdaad fraai uit. Maar
Ik heb al eerder laten zien dat het geleid heeft tot een enorme machtsverschuiving van arbeid naar kapitaal. Ik heb daarbij aangegeven, niet laten zien, maar wel aangegeven dat het ook geleid heeft tot stagnerende inkomens, met name voor huishoudens in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten. En wat we hier zien is dat als je die stijging van dat bruto binnenlands product, wat dus alleen maar markttransacties en de waarde van die markttransacties meet, als je die compenseert of corrigeert voor de externe effecten die gemoeid zijn met dit type productie. En dat betekent dus ook de milieukosten, de sociale kosten, de zakken, pockets of unemployment die geproduceerd worden door de verschuiving van die waardeketens over de ruimte. Dat zien we met name rond Trump en Brexit. Al die gedeindustrialiseerde gebieden in het Verenigd Koninkrijk, maar ook de gedeindustrialiseerde gebieden in de Verenigde Staten, die hebben gekozen voor een Brexit, die hebben gekozen voor Trump, omdat wij hebben het beeld van de Verenigde Staten als één nationale arbeidsmarkt. Dus als jij in upstate New York woont en de metaalindustrie verdwijnt, dan ga je wel naar California om daar in de ICT te gaan werken. Nou, dat is je reinste bullshit. Want mensen die nou eenmaal wonen en opgegroeid zijn en al generaties in upstate New York wonen, die verkassen niet zomaar ineens naar California om daar in de ICT te gaan werken. Laat staan dat ze meestal niet over de opleidingen beschikken om dat te kunnen doen. Dus als je van die BBP-groei de ecologische effecten en de sociale effecten aftrekt, dan krijg je dit figuur. Een aantal ecologische economen heeft real progress indicators samengesteld op basis van werk gedaan door Herman Daly, een ecologisch econoom aan het einde van de jaren 70. En dan zie je een heel ander beeld. Dan zie je dus, als je real progress indicators neemt, dat er eigenlijk vanaf het einde van de jaren 70 helemaal geen sprake meer is van wat we dan niet welvaartsgroei zouden moeten noemen, maar welzijnsgroei. We zijn er met z'n allen vanaf het einde van de jaren 70 feitelijk armer van geworden. De grote ontgoocheling, dames en heren, en dit is een ander verhaal ervan, heeft te maken met een ongearticuleerd gevoel bij een groeiend deel van het electoraat dat het verhaal wat de Defoe-elite vertelt feitelijk niet aansluit bij hun eigen levenservaringen. En die levenservaringen zijn dat de kosten voor het levensonderhoud alleen maar zijn toegenomen. Dat ze zich immense zorgen maken over de toegankelijkheid van arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, woningmarkt van hun eigen nageslacht. En een van de dingen die we dus ook vanaf 2008 heel duidelijk op ons netvlies hebben gekregen, is dat die stagnerende inkomens van onder andere Nederlandse huishoudens sinds 1995 in Nederland, soms wat eerder, soms wat later in andere landen, voor een deel gecompenseerd zijn door immense schuldaanwas. Plaatje achter mij laat zien de bruto schulden, private schulden van huishoudens, afgezet tegen het besteedbaar inkomen van die huishoudens. En het fascinerende daaraan is dat Nederland en Denemarken wereldkampioen zijn, private schuldenlast afgezet tegen het besteedbaar inkomen. Dus het is ook nog een keer zo dat wij in toenemende mate geconfronteerd worden met enorme schuldbergen die wij individueel met ons meetorsen, zwaar afhankelijk zijn van een financiële sector die daar enorm goed van boert. Nog een plaatje. En dat heeft weer te maken met die grote ontgoocheling. In toenemende mate ziet ook een belangrijk deel van het electoraat dat wij mogen opdraaien voor het onderhoud van de materiële en immateriële infrastructuur waar de staat voor verantwoordelijk is, de rechtsstaat, een zekere maat van sociale rust, een redelijk functionerende arbeidsmarkt, wegennet, spoorlijnennet, lokale infrastructuur op het gebied van vervoer, waterleidingen, elektriciteitsleidingen, ICT-kabels, de stront die verwerkt moet worden, de rioleringen, etcetera. Terwijl het grootbedrijf in afnemende mate voor diezelfde materiële en immateriële infrastructuur betaalt. Ook in Nederland zien we dat de inkomsten voor de schatkist van bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting in 2000 nog 12% bedroegen, maar nu in 2016 gedaald zijn naar pakweg de helft. 6% van de totale schatkist. Daar wordt dus een gat geslagen. Dat gat is opgevuld door met name werkende burgers te belasten. Onze belastingdruk is
de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Het grootbedrijf draagt eigenlijk niet of nauwelijks bij aan dat onderhoud van diezelfde materiële en immateriële infrastructuur. Nominaal hebben we in Nederland een vennootschapsbelastingtarief van 25%. Maar als u een beetje de kranten leest, dan weet u dat er reëel door veel multinationals eigenlijk maar een fractie van die 25% betaald wordt. 1-2% en dan mag je als schatkist in je handen wrijven. Nou, Nederland speelt daar een wonderlijke rol in, omdat Nederland internationaal gesproken het grootste belastingparadijs ter wereld is. Niet voor rijke particulieren, die gaan inderdaad naar de eilandjes met de palmbomen, maar wel voor met name Europese en Amerikaanse multinationals. Dat is wat het plaatje hier achter mij laat zien. Dit zijn de hoeveelheid subsidiaries, in feite gewoon brievenbusmaatschappijen, die Fortune 500 Amerikaanse bedrijven aanhouden aan de Zuidas in Amsterdam. En dat is dus 55% van alle bedrijven die in de Fortune 500 staan, die hebben brievenbusmaatschappijen in Nederland. Nederland is een van de grootste belastingparadijzen met name multinationals. Als je deze brokstukken aan informatie naast elkaar legt, dames en heren, dan kan je zo langzamerhand beginnen te begrijpen dat bij een groeiend deel van het electoraat er een ongearticuleerd ongenoegen is wat gemobiliseerd kan worden en ook in toenemende mate gemobiliseerd wordt. Het is ongearticuleerd omdat niemand precies op zijn netvlies heeft wat er nou aan de hand is. Maar men voelt wel degelijk dat er iets helemaal niet klopt aan die wereldorde die we vanaf het einde van de jaren 70 geconstrueerd hebben. En, nog veel erger, dat het narratief wat dus door die Davos-elite constant gereproduceerd wordt en wat je dus ook uit de monden van onze eigen politici kunt horen, dat er aan dat narratief iets helemaal verkeerd zit. Dat het gewoon simpelweg niet klopt met de eigen observaties die men maakt over de eigen onmiddellijke woonomgeving. Dat is, wat mij betreft, de grote ontgoocheling. De beloftes van stijgende welvaart voor iedereen. We worden er allemaal beter van. En we zullen vooral investeren in onderwijs om ervoor te zorgen dat de verliezers van de globalisering alsnog meekomen. Die worden niet waargemaakt. Ik heb niets over onderwijs in mijn plaatje zitten. Maar als we één ding weten uit vergelijkend onderwijssociologisch onderzoek, dan is het dat ons onderwijsbestel bijvoorbeeld niet functioneert zoals een meritocratisch onderwijsbestel zou moeten functioneren. De beste voorspeller voor de uitkomst van het onderwijspeil van uw eigen kroost is uw eigen diploma. En dat betekent dat wij dus helemaal niet in staat zijn om nieuw talent te laten emanciperen in die onderwijskolom, maar dat ons onderwijsbestel feitelijk functioneert als een reproductiemachine van bestaande klasseongelijkheden. Daar is Nederland absoluut niet uniek in. Dat vind je eigenlijk in alle onderwijsbestellen in alle ontwikkelde economieën. Alleen werkt het in al die landen allemaal net wat anders. Grote ontgoocheling. En natuurlijk is het ongearticuleerd. En omdat het ongearticuleerd is, zien we in Nederland bijvoorbeeld al 20 jaar... dat het ongenoegen de vorm aanneemt van klachten over migranten, klachten over migratie, klachten over gebrekkige integratie. Terwijl feitelijk, als je kijkt naar die integratie, als je kijkt naar de hoeveelheid migranten in een land als Nederland, dan moet je constateren dat dat allemaal wel meevalt. Dus dat ongenoegen, dat wordt gekanaliseerd via dat migratieverhaal. Maar dat is veel breder en heeft onder andere betrekking op de dingen die ik net achter mij vertoond heb. Als het goed is, is dit het laatste plaatje? Nee, dat is het niet. Ik heb ook nog wat plaatjes die laten zien dat door die verlaging van die belastingdruk voor multinationals, door het feit dat zij in feite op zoek kunnen gaan naar het laagste kostenputje, zowel als het gaat om milieurichtlijnen, maar ook om arbeidskosten, bedrijven de afgelopen 5 tot 10 jaar immense kasreserves hebben opgebouwd. Dit is de Verenigde Staten. Je ziet dat omhoog schieten. Amerikaanse bedrijven, maar ook in Nederland, een plaatje van de Nederlandse bank, dat is de blauwe lijn, zie je dat de Nederlandse bedrijven ook op enorme kasreserves zitten. Daar doen ze op dit moment helemaal niks mee. Ze investeren niet en dat heeft alles te maken met het feit dat door loonmatiging de koopkrachtige vraag achterblijft. Dat hebben we ook de afgelopen 6-7 jaar in Nederland gezien. We hadden een binnenlandse bestedingscrisis, waar
het MKB enorm veel last van gehad heeft. Huishoudens gaven simpelweg niets meer uit. Die kasreserves die worden gebruikt om terug te geven aan de aandeelhouder. Men doet aan mas aan aandeleninkoop en men doet aan overnames. We hebben net gezien hoe de overname door Heinz Kraft van Unilever teruggefloten is. Maar we zien, als je een beetje de financiële pers volgt, dan zie je dus dat eigenlijk dat het enige is wat dat grootbedrijf ermee doet. Oké. Grote ontgoocheling. En een aantal indicatoren die dus aangeven dat er een wezenlijk aantal structurele weeffouten in onze mondiale economische orde zitten. En kiezers voelen dat. Kiezers weten niet helemaal waar het zit, maar ze voelen dat er iets niet klopt. Dat er iets stinkt aan het verhaal dat verteld wordt door weer die Davos-elite. Dan ga ik het hebben over de grote vernedering. En dat is het tweede deel van mijn verhaal. We hebben in het Verenigd Koninkrijk afgelopen juni gezien dat volkomen onverwacht een groeiend deel van het electoraat op het laatste moment besloot. Ik ging ook naar bed met de verwachting dat het een Remain zou blijven. En ik stond op en tot mijn grote schrik moest ik constateren dat het Britse electoraat ervoor gekozen heeft om uit de Europese Unie te treden. Dat heeft met name in de Britse media een enorme zoektocht in gang gezet over wat er nou precies aan de hand is. En die zoektocht door de media, en dan heb ik het met name natuurlijk toch over mainstream media, die zoektocht die heeft ontzettend veel verteld over het wereldbeeld wat gedeeld wordt door de politieke, bestuurlijke, maar ook door de journalistieke elite in Groot-Brittannië. En mijn claim gaat worden dat dat eigenlijk niet heel veel anders is in Nederland. En we zien hetzelfde fenomeen afgelopen november met Trump. Ook daar was de Trump-verkiezing eigenlijk onverwacht. Men had toch gehoopt en verwacht dat het Clinton zou worden. En Clinton is natuurlijk iemand die weer dat wereldbeeld deelt, wat ook die journalistieke elite in de Verenigde Staten deelt. En ook daar zie je in toenemende mate, sinds het aantreden van Trump, een enorme zoektocht aan de gang naar hoe dat nou precies gekomen is, wat daarachter zit en wat de verklaringen zijn voor die plotselinge overwinning van Trump. En ook daarvoor geldt dat de wijze en de termen waarin die zoektocht plaatsvindt, wat mij betreft ontzettend veel zegt over een diepe kloof die door samenlevingen als de Britse en de Amerikaanse en wat mij betreft ook door de Nederlandse loopt. En die kloof heeft alles te maken met opleidingsniveau. In de Brexit-geval zie je dat eigenlijk de tegenstanders van een Remain, oftewel de voorstanders van een Brexit, in de commentaren en de verslaggeving over wat er nou aan ten grondslag ligt, niet serieus genomen werd. De termen waarin daarover gesproken was, en die kennen we uit het Nederlandse discours, is onderbuik, het is emotioneel, het is irrationeel, het is ingegeven door angst, feitenvrijheid werd ze verweten, et cetera, et cetera. Nou, als je al die termen op een rijtje zet en je laat je tot je doordringen wat daar eigenlijk gebeurt, dan moet je heel simpelweg constateren dat de volwassenen over de kinderen spreken. Hetzelfde verhaal is rond Trump gebeurd. Trump is irrationeel. Trump voldoet niet aan de conventies en de normen die wij van een normale politicus verwachten. De kiezers van Trump wordt verweten dat ze feitelijk onverantwoordelijke besluiten hebben genomen. En een van de reacties daarop is ook dat we kennelijk democratie te ver hebben laten doorschieten. En we zien dus ook bijvoorbeeld in Nederland dat de gevestigde partijen een pleidooi gaan houden voor het ophogen van een kiesdrempel, ten einde ervoor te zorgen dat bepaalde vormen van electorale voorkeuren niet in het nationale parlement ten gehore gebracht kunnen worden. Daar spreekt een enorm dédain uit ten opzichte van een substantieel deel van het electoraat in zowel het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en wat mij betreft ook in Nederland. En wat nou het verrassende is, is dat een deel van de kiezers, Brexit en Trump, inderdaad behoren tot die mensen die geen hoger onderwijs gevolgd hebben. Die zijn ergens na de middelbare school gewoon simpelweg gaan werken. Wil niet zeggen dat die mensen achterlijk zijn. Wil ook niet zeggen dat die mensen zonder initiatief zijn. Want velen daarvan, dat bleek ook uit de analyses van het electoraat wat voor Trump gekozen had, was wel degelijk rijk. Behoorden tot de gegoede middenklasse in de Verenigde Staten. Maar waren zelfmeet mensen die dat via de weg van het ondernemerschap zelf bij elkaar geschraapt hadden. Maar ze hadden geen
hoger onderwijs gevolgd. En dat zegt heel veel over ook Nederland. Want wat mij aan Nederland enorm opvalt, is dat er toch een soort brede D66-consensus bestaat bij iedereen die een universitaire opleiding gevolgd heeft. En dat betekent dat je een voorstander bent van vrijhandel. Dat betekent dat je meent dat de verliezers van globalisering gecompenseerd moeten worden door fors te investeren in onderwijs. Dat betekent dat je hoopt dat de milieuvraagstukken opgelost kunnen worden via groene technologie. En dat betekent dat je eigenlijk een voorstander bent van open grenzen. En je accepteert globalisering simpelweg als een soort natuurproces. Dat is het wereldbeeld wat eigenlijk ook in Nederland door heel veel hoger opgeleide onderschreven wordt. En wat je dus ook in het Nederlandse parlement eigenlijk vanaf GroenLinks tot en met de VVD gereproduceerd ziet worden. Nou, vanuit dat wereldbeeld wordt degene die zich daartegen afkeren, en dat zie je dus ook gebeuren met iemand als Thierry Baudet. Je ziet het ook gebeuren met een partij als de Partij voor de Dieren, PVV. Die worden weggezet als mensen die onverantwoordelijke politiek bedrijven. En we hebben in Nederland dan ook nog een keer een CPB, wat als het ware een soort ideologische keurmeester is als het gaat om de partijprogramma's. De partijprogramma's moeten zich wel houden aan wat er in Nederland politiek acceptabel is. En als je dus ervoor kiest om je programma niet te laten doorrekenen, ben je eigenlijk al meteen buiten de politieke orde verklaard. De grote vernedering. En dit is iets wat volgens mij voor een deel verklaart waarom die grote ontgoocheling en het verzet wat dat genereert zo'n scherp randje heeft gekregen. Want de wijze waarop de elite en hun paardenfluisteraars spreekt over de mensen die zich niet houden aan het democratisch politiek script wat zij zelf hebben uitgedacht, is erg vernederend. Men wordt beticht van de onderbuik. Men wordt beticht van feitenvrije politiek. Men wordt beticht van emotionaliteit en irrationaliteit. En die elite en die paardenfluisteraars, die missen iedere bereidheid om de hand in eigen boezem te steken. Want als er één ding opvalt wat mij betreft, dan is het dat met name heel veel voorspellingen als het gaat om economische welvaart, economische groei, het risicomanagement van banken, waar natuurlijk duur betaalde PhD's die finance hadden gedaan aan universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, het volkomen bij het verkeerde eind hadden. Daar wordt niet of nauwelijks op gereflecteerd. Dus hoezo feitenvrije politiek? Die feitenvrije politiek wordt net zo goed door de andere kant bedreven. Nou, dat gebrek aan bereidheid om zelfreflexief te zijn, hand in eigen boezem te steken, te accepteren dat de mensen die de verliezers zijn van die mondiale wereldorde die we vanaf het einde van de jaren 70 opgetuigd hebben, dat die wel degelijk terecht te zorgen hebben, dat die terecht constateren dat in hun onmiddellijke leefomgeving er niet sprake is van heel veel stijgende voorspoed, dat niet serieus genomen wordt, dat verklaart wat mij betreft de scherpte van de reactie. Het is een combinatie van grote ontgoocheling, de beloftes worden niet nagekomen en als je daarover gaat klagen, word je ook nog een keer in de hoek gezet. De grote vernedering. En dat tezamen verklaart de scherpe politieke backlash die we op dit moment in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al gezien hebben. En die, dat is mijn verwachting, maar ik kan natuurlijk ook niet in die glazen bol kijken. Mijn verwachting is dat we dat het komende verkiezingsseizoen ook in Europa gaan zien. In Nederland, in Frankrijk en wellicht ook in Duitsland, wat een wat ander geval is, omdat je daar inderdaad een vrij hoge kiesdrempel hebt en omdat je daar natuurlijk de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog hebt. Oké, dan ga ik naar het volgende, want dat is het derde element wat mij betreft nodig is om te snappen waarom we geconfronteerd worden in dit tijdsgewricht met die populistische de opkomst van het populisme. De grote vervreemding. En het heeft wel voor een deel te maken met de dingen die ik zojuist gezegd heb. Maar het is een nadere verfijning en specificering ervan. Ons democratisch systeem is een representatief democratisch stelsel. Dat betekent dat de elementen van directe democratie, burgers die dus zelf direct over personen of over standpunten kunnen stemmen, dat die vrij beperkt zijn. We doen dat allemaal gedelegeerd. We hebben de neiging om dit als de meest optimale vorm van democratie te bekijken. Dat is, als je democratie theoretisch gaat kijken, flauwekul. Want er zijn heel veel andere wijzen waarop je democratische medezeggenschap van burgers of van werknemers
of van cliënten of van patiënten kunt organiseren. En in feite is dat trapsgewijze democratische medezeggenschap die wij hebben, is een hele minimalistische vorm van democratie. We hebben dus een representatieve democratische orde. En dat wordt allemaal voor een deel gemobiliseerd en gekanaliseerd door politieke partijen. Politieke partijen bestaan niet als zelfstandige entiteiten in onze constitutie. Het is een soort conventioneel gebruik dat wij stemmers en kiezers proberen te mobiliseren via dat voertuig van politieke partijen. Maar dat is nou eenmaal zo. Die politieke partijen hebben een geschiedenis. En die waren aan het einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, diep in de samenleving, diep met de samenleving verwortelde massapartijen. Plaatje. Volwassenen dat lid was van een politieke partij. Dat was pakweg 10% midden van de vorige eeuw. En u ziet het dalen. Hè? Het is nu nog maar zo rond de 2% anno 2015-16. Het waren ooit in de samenleving verwortelde partijen met een grote substantiële ledenaantallen, waardoor die partijen dus ook in staat waren om te doen aan politieke educatie, democratische educatie, buiten de verkiezingsseizoenen om. Dus partijen hadden een brede achterban, waren constant in communicatie met hun achterban, deden aan ideologische scholing en ideologische vorming en mobiliseerden die kiezers gedurende de verkiezingsseizoenen om een zo groot mogelijk aantal zetels in het parlement te verwerven, ten einde vervolgens mensen te kunnen delegeren in een kabinet die als het ware de controle kregen tijdelijk 4 jaar over de knoppen van de Nederlandse staat, met behulp waarvan je via wetgeving in feite de samenleving lichtjes kunt aanpassen. Dat was het model. En we zien dus nu dat over de afgelopen decennia die verworteling van die partijen in de samenleving minder en minder en minder is geworden. En dat heeft wonderlijke consequenties. Op dit moment zijn pakweg 300.000, 289.000 mensen lid van een politieke partij. In vergelijking met vorig jaar is het op dit moment licht aan het stijgen. Met name GroenLinks werft weer meer leden. Partij voor de Dieren ook. En D66 zijn de enige drie partijen die dus meer leden hebben dan vorig jaar. Maar het zijn dus ongeveer 289.000 mensen die lid zijn. Tom van der Meer, collega van mij aan de Universiteit van Amsterdam, heeft uitgerekend op een achterkant van de envelop dat van die 300.000 leden er pakweg 10.000, op pakweg 10% actief betrokken is bij partijen. Dus dan heb je het over in totaal 30.000 mensen. Dat is een gemeente van de omvang Boksmeer. En uit die gemeente Boksmeer worden dus feitelijk in Nederland alle publieke, semi-publieke en politieke functies vervuld. En dat betekent dat die partijen niet meer verworteld in samenleving, want het ledenaantal zijn ze kwijt. Ze zijn eigenlijk alleen nog maar campagnepartijen. Je ziet ze alleen maar op het moment dat er verkiezingen zijn. Verder zijn ze nauw verweven met de staat. Ze staan of vallen bij zetelaantal, want het zetelaantal bepaalt de publieke subsidie die ze krijgen. En op basis van die publieke subsidie kunnen ze zoiets als een wetenschappelijk bureau onderhouden. Nou, ik kan u op een briefje geven dat het wetenschappelijk bureau van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, dat was vrij groot de afgelopen 4 jaar. Maar dat gaat zometeen teruggebracht worden tot een man in een paardenkop. Omdat de zetelaantallen zullen terugvallen. En dus ook de subsidies die gebruikt kunnen worden voor dat wetenschappelijk bureau. En feitelijk zijn het alleen nog maar uitzendbureaus geworden voor politieke junkies. Het zijn 30.000 mensen die de kans hebben om via dat partijsysteem toegang te krijgen tot allerlei publieke, semi-publieke functies. Want zo werkt dat in Nederland. Burgemeesters, commissarissen van de Koningin. Meeste functies die betrekking hebben op de adviescolleges in Nederland. Maar ook bijvoorbeeld of je wel of niet benoemd kan worden tot een raad van bestuur van een volksgezondheidsverzekeraar. Of een universiteit. Of een ziekenhuis. Het zijn allemaal functies waar feitelijk een politieke affiliatie voor nodig is. Je hebt gewoon simpelweg partijlidmaatschap nodig. En dat betekent natuurlijk dat de talentenpool waaruit deze mensen geworven worden, die is
ontzettend smal. Dat weten kiezers, kiezers zien dat. Het komt ook de kwaliteit van het bestuur van die organisaties, om het maar zacht te zeggen, niet ten goede. En het voedt weer een groeiend wantrouwen ten opzichte van iets wat toch beschouwd wordt als zijnde een politieke kaste. Daarvan is in toenemende mate sprake. En van die 30.000 is dan ook nog een keer 80% afkomstig van drie partijen. Het CDA, Partij van de Arbeid en de VVD. Dus als je op de een of andere manier een functie in die semi-publieke sector ambieert, dan is het duidelijk dat je lid moet worden van drie partijen. CDA, VVD en Partij van de Arbeid. Partij voor de Dieren heeft geen zin, want die heeft niets in de melk te brokkelen. Dus ik zal nooit directeur worden van een volksgezondheidsverzekeraar. En dat wil ik ook helemaal niet. Maar goed, het is maar dat u dat weet. Het andere wat er gebeurd is de afgelopen decennia is dat, en dat is zowel in Den Haag, maar in toenemende mate natuurlijk in Brussel. We hebben een overkoepelend, in Europa een overkoepelend rechtssysteem geconstrueerd. Waar dus wel een parlement bij hoort, een Europees parlement. Maar het initiatief in de Europese Unie ligt niet bij het parlement, maar ligt bij de Europese Commissie. Zij produceren de wetgeving die bepalend is, bijvoorbeeld voor de inrichting van allerlei markten in de Europese Unie. En dat wetgevingsproces is maar zeer ten dele blootgesteld aan democratische controle. We kennen allemaal het verhaal over het democratisch tekort van Europa. En Europa is op dit moment, zeker op een aantal domeinen, de grootste wetgevingsmachine in Europa. Ook in Den Haag, als het gaat om milieuwetgeving, is bijvoorbeeld 80% van de wetgeving afkomstig uit Brussel. Dus daar vindt ontzettend veel wetgevingsproductie plaats. Maar het is tegelijkertijd maar heel ten dele onderhevig aan democratische controle. En we kennen allemaal het verhaal van de democratisch tekort van Brussel. Nou, dat democratisch tekort is een soort democratisch vacuüm. En dat vacuüm is vanaf het midden van de jaren 90 opgevuld door de lobby van het grootbedrijf. Het plaatje achter mij is afkomstig van een fantastisch stuk uit de New York Times van 2 of 3 jaar geleden. Er hoorde ook een interactief kaartje bij. Dat interactieve kaartje, dat bood je de mogelijkheid om al die stipjes, die blauwe stipjes die achter mij geprojecteerd staan, aan te klikken. En dan zag je daar dus de lobby organisaties van verschillende bedrijfssectoren, allemaal gevestigd rond Rond-Point Schuman, in het hart van het Europese kwartier in Brussel. En het is dus feitelijk één grote lobbycampus. In feite is Brussel na Washington de grootste lobbycampus ter wereld. En dat betekent dat heel veel wetgeving eigenlijk niet of nauwelijks afkomstig is of gelegitimeerd wordt door u als kiezer, maar in hele belangrijke mate geïnformeerd wordt en bepaald wordt door grootzakelijke belangen die er uitstekend in staat zijn om ervoor te zorgen dat de wetgeving hun belangen niet schaadt en hun belangen zoveel mogelijk dient. En ook dat hebben kiezers, zij het weer op ongearticuleerde wijze, donders goed in de smiezen. De groeiende euroskepsis die komt niet alleen omdat wij denken dat Nederland niets meer in de melk te brokkelen heeft, die komt ook omdat wij er in hele belangrijke mate toch van overtuigd zijn dat wat daar gebeurt, dit is. Het is een machine, een wetgevingsproductiemachine die in hele belangrijke mate gedomineerd wordt door grootzakelijke belangen. En dat weten we ook. Ik bedoel, we hebben allemaal natuurlijk op de een of andere manier een aantal dingen op ons netvlies gekregen die we voor 2008 niet hadden. We weten nu dat een grote financiële sector een heel giftig bezit is. We weten misschien, maar daar ben ik niet helemaal zeker van, dat Nederland wereldkampioen hypotheekschulden is. Wellicht dat we dat weten. We zijn erachter gekomen dat er vrijhandelsverdragen gesloten worden in Brusselse achterkamertjes waar de burger eigenlijk niet zoveel over te zeggen had. Maar via de protesten rond TTIP zijn die dus als het ware uit de achterkamertjes getrokken en zijn gewoon grote politiek geworden met een hoofdletter P. En sinds die tijd zijn steeds meer burgers zich bewust geworden van het feit dat TTIP maar één van die handelsverdragen is en dat er daarnaast dus nog een hele reeks van andere handelsverdragen plaatsvindt die alleen maar de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal, denk aan dat beginplaatje, die arbeidsinkomensquote die langzamerhand naar beneden aan het zakken was, die vrijhandelsverdragen die maken de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal alleen maar groter, waardoor die onderhandelingsonevenwichtigheid in termen van onderhandelingsmacht tussen kapitaal en arbeid ook alleen maar verder zal verslechteren.
Burgers hebben dat in toenemende mate in de gaten. En er zijn dus ook NGO's, dit komt van Corporate Europe Observer. Er zijn NGO's die dus aan de lopende band data aan het verzamelen zijn over wie nu met wie spreekt in Brussel. En wie nu welke invloed heeft op de totale vrijhandelsagenda die in Brussel nagestreefd wordt. En hier is het heel duidelijk dat degenen die spreken met de onderhandelaars vooral afkomstig zijn uit de private sector. En vooral de belangen dienen van big pharma, de bio-industrie, de automobielindustrie, de financiële sector en wat dies meer zijn. En maar 4% dient dus daadwerkelijk publieke belangen, burgerbelangen. En dan andere vorm van de grote vervreemding. Ja, Barroso. Dat is een typische beroepspoliticus. Hè. Wat we zien, ik heb dat eerder genoemd, hè, van massapartijen naar kartelpartijen, die niets anders zijn dan uitzendbureaus voor politieke junkies. Je ziet al heel snel dat mensen aan universiteit op de een of andere manier een soort politieke interesse ontwikkelen. En die sorteren dan voor op een lidmaatschap en een actieve deelname aan een bepaalde partij. En die stromen dan langzamerhand door in zo'n partij en via die partij verwerven ze op een bepaald moment politieke of publieke functies. Dat geldt in hele belangrijke mate voor zo iemand als Barroso. En een van de dingen waar kiezers dus ook in echt hun bekomst van hebben, is dat vervolgens deze beroepspolitici de publieke functie die ze te danken hebben aan de steun van kiezers gebruiken om na hun publieke politieke carrière feitelijk, en ik zeg het maar zo plat als het is, hun zakken te gaan vullen bij bedrijven waarvan burgers denken, past dit nou bij je politieke profiel van daarvoor? Wij weten dat die kist met appels die gevuld werd door al die banken, dat het een hele rotte kist was, met wormen die overal uitkropen, wespen die in en uit vlogen. Maar in die kist waren er twee appels extreem rot. De eerste was Deutsche Bank, de meest beboete bank sinds het uitbreken van de crisis van alle banken ter wereld. Ook de huisbank van mijn werkgever trouwens. En de tweede rotte bank was natuurlijk Goldman Sachs. Snapt zo'n politicus, zo'n beroepspoliticus dan niet dat hij het ambt, het aanzien van de politiek, het aanzien van de Europese Commissie, het aanzien van de Europese Unie zwaar beschadigd door na zijn publieke carrière een adviseurschap aan te nemen voor ongetwijfeld grof geld bij een bank als Goldman Sachs. En we zien het ook bij iemand als Nelly Kroes, die dus zonder blikken of blozen overstapt naar Bank of America Merrill Lynch. En dit is een beeld, dames en heren, dat kiezers donders goed in de smiezen hebben. We zien het op Europees schaal. We zien het in Groot-Brittannië, waar Blair ook op allerlei manieren zijn zakken vult, vooral via adviseurschap aan weerpartijen in de financiële sector. Maar we zien het ook in Nederland, waar politici na hun carrière een duurbetaalde baan aannemen bij een consultancybedrijf. KPMG, PricewaterhouseCoopers zijn hele geliefde sponsen voor politici en andere vormen van bestuurders. En voor veel burgers die hun inkomens niet hebben zien stijgen, die geconfronteerd worden met stijgende kosten voor levensonderhoud, onderwijs wat duurder geworden is, gezondheidszorg die duurder is geworden, huizen, woonlasten die alleen maar omhoog gegaan zijn, zijn dit, dames en heren, vormen van corruptie. Niet legale corruptie in juridische zin, maar wel corruptie in morele zin. Er spreekt een vorm van normverval uit die alles te maken heeft met in toenemende mate het ontstaan van een gapende kloof tussen diegenen die de Haagse of de Brusselse campus bevolken en het gewone electorale volk. En dat is iets wat mij als waarnemer van Den Haag enorm opvalt, is dat het een in zichzelf gesloten biotoop is. Het zijn mensen die met elkaar congregeren, de ene receptie na de andere. Ze braken, om dat zomaar te zeggen, allemaal hetzelfde type jargon uit. Ze maken zich druk om dezelfde kleine kwesties. Daar hoort het journaille bij, daar horen de adviseurs bij, daar horen de lobbyisten bij en daar horen natuurlijk de politici die eigenlijk onze volksvertegenwoordigers zouden moeten zijn, horen daar ook bij. Ze hebben allemaal dezelfde dracht. Ze lopen allemaal naar het spreekgestoelte door snel nog even dat knoopje dicht te doen van hun jas.
terrasje om vervolgens een interruptie te plegen. Ze lijken allemaal op elkaar. Er komen allemaal dezelfde soort teksten uit. En burgers hebben schoon genoeg van door mediatraining geschoolde politici die in hun ogen inauthentiek zijn, die niet integer zijn omdat ze vrezen dat ze na de politieke carrière terechtkomen bij duurbetaalde functies in de publieke en semi-publieke sector. En burgers zijn het gewoon stomweg zat. Dit is het laatste plaatje wat ik wilde laten zien over de grote vervreemding. En het laat prachtig de wat mij betreft toch exorbitante salarieringen zien in met name de zorgverzekeraars. Salarissen van ledenraad van bestuur van rond de 4 ton. Dat is ver boven de balken en de norm uit. En het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij tegelijkertijd geconfronteerd worden met stijgende zorgkosten. Het kabinet is er trots op dat ze erin geslaagd is om de stijging van die zorgkosten tot stilstand te brengen. Dus op een hoog niveau stagneert het nu. Maar het is voor u wel aardig om te weten dat de enige manier waarop men dat heeft kunnen doen is door 100.000 werknemers uit die zorgsector te schoppen. Het waren er 1,3 miljoen, het zijn er nu 1,2 miljoen. En ik kan u één ding vertellen, die 100.000 die zaten niet aan de bovenkant. Die 100.000 zaten aan de onderkant. Dat waren meestal laagopgeleide vrouwen met een precair arbeidscontract die nu hetzelfde mogen doen, maar dan op basis van een ZZP-contract. Daar zijn de bezuinigingen geboekt, niet bij de zorgbestuurders. Dames en heren, het electoraat heeft dit in de smiezen. Dus dat populisme is wat mij betreft de uitkomst van een mengsel van ontgoocheling, beloftes die niet zijn nagekomen en die eindeloos gereproduceerd worden. En een elite die daar eigenlijk ook niet goed op weet te reageren. De enige reactie die men heeft op de crisis was: we moeten weer voor banen en groei zorgen. Dus jongens, laten we TTIP gaan doen. Nou, dat komt helemaal uit de rulebook van de afgelopen 20, 30 jaar. Dus men snapt niet dat men wat anders moet doen. De grote ontgoocheling, de grote vernedering. Wij spreken, wij elite, wij hoger opgeleiden, spreken over het volk in termen die dus aangeven dat wij ze zien eigenlijk als tweederangs burgers. Nou, dat voegen we dan bij die grote ontgoocheling. En tenslotte zijn wij langzamerhand als hoogopgeleide kasten van bestuurders, politici, academici, adviseurs en paardenfluisteraars, wij zijn ons moreel besef kwijtgeraakt. Als je die drie dingen bij elkaar voegt, dan begin ik in ieder geval zo langzamerhand te snappen waar deze populistische backlash vandaan komt. Ik dank u wel. Ewald, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Ik wou eigenlijk meteen even Charlotte het woord geven voor een korte reactie. Ik ben met name benieuwd of die gapende kloof waar Ewald het over heeft tussen de elite die wij als inauthentiek zien en levend in een bubbel en het gewone volk, om het zo maar te noemen, of het electoraat, of jij die ook zo ervaart. Nou ja, ik denk dat die kloof er eigenlijk altijd wel geweest is. En die hoort ook bij ons politieke stelsel en bij de representatieve democratie in die zin. Wij kiezen iemand die daar zit namens ons. En wij kunnen zelf als burger niet elke keer dingen meestemmen. Dus in dat geval hoort het er gewoon bij deze parlementaire representatieve democratie. Dat vind ik wel. Maar ik denk dat het fout gaat op het moment dat de burger geen vertrouwen meer heeft in die politieke elite. Ja. En dat is natuurlijk het grote probleem. Hoe zit dat dan met het vertrouwen? En hoe zit het met het aanzien van de politiek? En ik denk dat dat iets is dat ook belangrijk is om vanavond te bespreken. Wat zouden daar dan de oplossingen voor zouden kunnen zijn? Dan begrijp ik dus dat je voor een deel die analyse deelt. Ja, ik zeker. Ja, ja, ja. Ik deel zeker okay. Een groot deel van de analyse. Ja. En ik denk dat het interessant is om te kijken wat zou er aan kunnen bijdragen. En dat misschien ook met de zaal te doen, om te kijken naar wat zijn opties om daar echt iets mee te doen. Want ik zie dat ook. En ik denk dat het heel makkelijk is om mensen die zeggen van ik ga op de PVV stemmen, om die weg te zetten. Precies. En te zeggen van dat is onderbuikgevoelens. Dat zijn mensen die er niet goed over na hebben gedacht. Ja. Het is heel paternalistisch, hoewel de politici in Den Haag
vaak naar die groep mensen kijken. En ik denk dat dat het domste is dat je kunt doen. Maar je zegt wel, het is inherent aan die representatieve democratie. Ja, je hoort erbij. Dat is ook op zich niet erg. Maar dat vertrouwen is weg en het aanzien daalt. En daar is wel een heel groot probleem. En ik denk dat het belangrijk is om daarnaar te kijken. Hoe zouden we daar iets aan kunnen doen? En nou ja, die bubbels waarin ook vooral de politieke elite leeft. Ja, ik denk dat dat iets heel belangrijks is. Nu zien we veel politici ook weer op straat. Hè, aan het flyeren, in gesprek met de burger. Drie weken lang. Daarna zien we ze niet meer. Zo is dat. Ja, en dat is eigenlijk zou je moeten zeggen dat een politicus verplicht naar de kade moet. Ja. Naar de kantine, naar de kroeg. Absoluut. De drie K's. Ga daarheen. En doe dat in elk geval. En ga kijken wat er echt gebeurt. Hou feeling met de burgers. En dan krijg je ook veel minder dat mensen zeggen... ja, de hoge heren daar in Den Haag en dames... die bepalen dat allemaal. Die zeggen wat wij moeten doen. Ander belangrijk punt, beloftes maken. We weten het nog. Rutte beloofde ons, u krijgt 1.000 euro terug. Ja, die hebben we niet gezien. Die kwamen er ook niet, want dat kon allemaal niet. Nee. Op het moment dat je valse beloftes gaat doen... of beloftes waarvan je denkt, die kan ik niet nakomen... doe dat dan vooral niet. Hè, Oekraïne-verdrag. We laten de burger denken dat ze mee mogen denken over bepaalde zaken. Het kabinet heeft toen gezegd, nee, we gaan niet met het heel serieus... Maar uiteindelijk wordt dat dan niet gedaan. Ja, dat is niet slim om dat soort zaken te doen. En het erkennen van problemen van mensen... ik denk dat dat iets is wat ontzettend belangrijk is om te doen. Ja. Dat denk ik wel, ja. Maar als ik jouw verhaal goed begrijp... Ik ben wel benieuwd naar jouw reactie op het feit dat die kloof erbij hoort. Want jouw verhaal hier is natuurlijk een ontzettend hoogopgeleid academisch... elitair verhaal in die zin. Nou ja, in de zin van dat... Dit is heel duidelijk. Dat het academisch is, lijkt me duidelijk. Er is goed onderzoek gedaan. Er is helemaal geen onderzoek gedaan. Nee. Zo uit de losse pols. Nee. Ja. Het is gewoon volgen van wat er de afgelopen 8 jaar gebeurd is. Ja, oké, maar dat is natuurlijk... Kijk, als je het hebt over gewoon een kloof... die met name ook met opleidingsniveau te maken heeft... Mm-hmm. Dan is dit niet wat de gemiddelde kiezer weet. En ik vraag me ook heel erg af... Kijk, jij zegt, er is een ongearticuleerd ongenoegen... Ja. Wat heel erg gebaseerd is op dat gevoel... dat het met name economisch dus eigenlijk allemaal niet klopt. Hè. Ja. We zouden enorm veel welzijn moeten hebben... maar we gaan er zelf niet echt op vooruit. En dat herformuleren we dan in feite door te wijzen naar migratie, immigranten. Ja. Maar in hoeverre is dat niet juist een toch wel... redelijk intellectuele invulling van het probleem. Ja. Misschien denken die mensen ook wel echt oprecht... dat het probleem bij immigranten dat ligt. Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar kijk, ik bedoel, je stelt twee vragen. Laat ik eerst die eerste doen. Die kloof die er altijd al geweest is. Tom van der Meer, collega aan de UvA die ik al genoemd heb... die heeft een leuk boekje geschreven, is een pamflet. De kiezer heeft gelijk, of heeft groot gelijk. Kan best zijn dat er ook een woordje groot in staat. En die trekt twee dingen uit elkaar. Dat is het vertrouwen in democratisch bestel... en vertrouwen in de politiek en dan met name politici. Het vertrouwen in het democratisch bestel is eigenlijk niks meer aan de hand. Dus kiezers zijn ervan overtuigd dat wij... in een vrij redelijk functionerende representatieve democratie leven. En inderdaad, internationaal gesproken moet je ook constateren... dat het Nederlands democratisch bestel een van de meest responsieve is die er maar bestaat. Ik bedoel, je kan zo een partij oprichten en als je een beetje je best doet... heb je een zetel of twee. Dat is allemaal heel makkelijk, in feite vrij toegankelijk... om dus allerlei nieuwe geluiden die leven onder het electoraat... een plek te geven in het publieke debat wat plaatsvindt in het parlement. En dat zien kiezers. Dus het vertrouwen in de formele representatieve democratisch bestel is erg groot. Maar tegelijkertijd is het vertrouwen in de politici, de mensen dus die zetels bemensen en die in de coalitie zitten en die dus op televisie verschijnen en in Pauw geïnterviewd worden, dat is op een dieptepunt. En dat is natuurlijk een enorm groot probleem. En daarom ook dat ik inderdaad meen dat ja, er is altijd een kloof, dat hoort bij een representatieve democratie, maar we hebben nu echt te maken met een enorme vertrouwensbreuk en die alles te maken heeft met de personen die deze posities vervullen.
En wat mij betreft heeft dat dus met die drie dingen te maken. Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt zijn. Maar dus niet alleen maar de 1000 euro van Rutte tijdens de verkiezingen. Maar eigenlijk gedurende een langere periode. Ten tweede dat men paternalistisch spreekt over de burger. En ten derde dat er sprake is van een zekere mate van moreel verval bij diezelfde politieke kasten. Vandaag of gisteren werd ook bekendgemaakt dat de VVD voor het 5e jaar achtereen de partij was met de meeste integriteitskwesties. Ja. En dat toen noemde Rutte dan, we moeten normaal doen in dit land. En als u niet normaal doet, dan gaat u maar weg. En dan weet u meteen wat hij verstaat onder normaal doen. Oké, dus dat is wel. En dan een tweede punt van ja, is dit niet een hele intellectualistische interpretatie van wat er gaande is? Nou, ik geef grif toe dat ik ben inderdaad natuurlijk gewoon academicus, dus ik probeer dit soort cijfermateriaal een beetje door te spitten. Ik heb tegelijkertijd ook wel het idee, we leven in arbeidsdelige samenlevingen. Dat betekent dat de brouwer, die is vooral bier aan het brouwen, de bakker is vooral brood aan het bakken, en de slager, oh nee, dat mag ik niet zeggen, want ik ben van de Partij voor de Dieren. De vegetarische slager is vooral bezig met het produceren van vegetarische hamburgers. En de academicus is natuurlijk door de belastingbetaler ook vrijgehouden, want u betaalt mijn salaris. Ik ben door de belastingbetaler vrijgehouden om de dingen te doen die horen bij mijn leerstoel. En die leerstoel die heet weliswaar financiële geografie, maar die leerstoel zou eigenlijk moeten heten professor in de grote financiële crisis van 2008. Dus dat ben ik aan het doen. Dat doe ik voor de burger. En vervolgens probeer ik dan op basis van de informatie die mij tot mijn beschikking staat zo goed en zo kwaad mogelijk te snappen wat er plaatsvindt. En laten we wel wezen, dat is niet eenvoudig. Ja. Als je kijkt wat voor enorme analyses er geproduceerd zijn na Brexit en na Trump, en die ongetwijfeld ook weer zullen plaatsvinden na de Nederlandse verkiezingen, dan is het duidelijk dat het nog niet zo eenvoudig is om die electorale data op de juiste wijze te analyseren. En daar heb je natuurlijk eigenlijk een breed maatschappijperspectief voor nodig om dat adequaat te kunnen doen. Nou, een van de dingen die mij opvallen is dat als je naar de data gaat kijken die betrekking hebben op migratiecijfers en multiculturaliteit, dus dat is migratie en integratie, in feite twee kanten van dezelfde medaille, dan is mijn inschatting, en ik ben een tijdje, heb ik me dus inderdaad bezig gehouden met migratiekwesties, dat enorm uitvergroot wordt. Ja. En dat de cijfers, het aantal migranten in Nederland is helemaal niet zo groot. Het gaat helemaal niet zo slecht met de integratie van migranten in Nederland. Het aantal doden door terreuraanslagen in West-Europa die te maken hebben met de radicale islam is enorm beperkt. Het aantal doden door terreuraanslagen in West-Europa door ineens terrorisme is een factor 10 groter. Dus ik heb het idee dat het enorm opgeklopt wordt. En dat vind ik op zichzelf een interessant fenomeen. Ik werk ook op de redactie van Buitenhof, een televisieprogramma in Nederland. En een van de dingen die mij enorm opvallen is dat de gemiddelde journalist weet ontzettend veel over integratie en multiculturaliteit en weet helemaal niets van een bank. Ik vind een bank doodeng. Die snapt helemaal niets van een bank. En dat betekent, dames en heren, dat als zo'n programma als Buitenhof moet nadenken over waar zullen we de zondag nu weer mee vullen, de Rolodexen zitten vol met allerlei experts op het gebied van integratie en immigratie. Maar mensen die iets weten van banken, daar staat helemaal niets in die Rolodex. En ze hebben ook meteen als inschatting van, nou nee, banken is ingewikkeld. Daar haakt de kijker bij af. Dus wat ik altijd eigenlijk van mening ben, en ik heb daar geen harde data over, maar als je naar de Nederlandse media kijkt, dan zie je eigenlijk één grote roeptoeter van niets anders dan de reproductie van migratie en integratie, dat zijn onze grootste maatschappelijke problemen. En dat wordt eindeloos gereproduceerd. Dat wordt groter en groter en groter en groter gemaakt. En die partijen die op dat soort dossiers standpunten innemen, dat zijn ook de partijen die in het Nederlands parlement de grootste zijn. Wilders aan de ene kant, Pechtold aan de andere kant. En hop, ze stuwen elkaar omhoog. En als je dan vervolgens een aantal andere cijfers erbij pakt, die ik dus heb laten zien, die betrekking hebben op de weeffouten in onze mondiale economische orde, dan heb ik de indruk dat die dat ongenoegen eigenlijk veel beter verklaren dan migratie- en integratievraagstukken. Ja. En ik noem het met opzet ongearticuleerd, omdat het voor onszelf, en dat heeft weer te maken met die arbeidsdelige samenleving, het is heel veel gevraagd
voor de gemiddelde burger die een 40 of 38-uurige werkweek heeft, die misschien een zieke schoonmoeder heeft, kinderen die naar school gebracht moeten worden, een bootje dat verbouwd moet worden, om op de voet te volgen wat er in diezelfde ingewikkelde, wereldomspannende maatschappij allemaal plaatsvindt. Dus die voelt wel zoiets van, ik zie die wachtlijsten in de zorg zijn weer terug. En waarom gaan die premies steeds ieder jaar weer omhoog? En waarom moet mijn kind, krijgt hij geen basisbeurs mee, maar moet het een leenstelsel worden? Waarom zijn mijn huis, maar mijn woonlasten zo omhoog? Waarom wordt die verhuurdersheffing zo hoog? Dat ziet men. En wat de achtergrond daarvan is, ja, dan heb je toch weer academici of kritische journalisten nodig, die dus in staat zijn om dat uit te forsen. Maar de journalistiek laat het afweten. En ik ga één ding zeggen over academici. Academici hebben de neiging om zich meer en meer op te sluiten in de Ivoren Toren, de publicatiedruk, de 8000 Engelstalige woorden papertjes die door 20 man gelezen worden in 5 jaar tijd. Dat is wat we aan het doen zijn. Waardoor we dus in feite onze maatschappelijke rol proberen de kiezer en de burger duidelijk te maken wat nou de achtergrond is van zijn eigen ongenoegen, dat we die eigenlijk enorm laten zitten. Ja. Jij wil reageren? Nou ja, ik denk dat het ook. Het is natuurlijk een heel cynisch verhaal op het moment dat de politieke elite zegt: we hebben Europa nodig. Hè? En dat is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd ziet iemand die vrachtwagenchauffeur is, dat precies, een Oost-Europeaan zijn baan inneemt. Ja. Dan is het heel moeilijk om tegelijkertijd dat verhaal bij Europa, en is heel belangrijk. En tegelijkertijd ziet iemand in zijn dagelijks leven dat het totaal anders is. Ja. En die miscommunicatie, eigenlijk een misconnectie tussen de belevingswereld van de burger en de politieke elite, en of dat Kamerleden zijn of minister-staatssecretaris, dat maakt eigenlijk nu niet zoveel uit. Maar die misconnectie is er heel duidelijk. En wat kun je dan doen om die burger... Jij wil naar de oplossingen. Ik wil heel graag. Dat we het ook een beetje positief Nee. Dus ik denk dat die oplossing, dat goed om te kijken is van wat zouden we kunnen doen om de burger wel het gevoel te geven, dat erkennen, dat lijkt mij al ontzettend belangrijk. Het erkennen van die problemen, niet wegwuiven en daar ook perspectief bieden. Dat zijn zaken die heel erg belangrijk zijn. Maar ook het eerlijke verhaal, dat klinkt heel Samson-achtig. dat begrijp ik, dat realiseer ik me. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want er zit iets anders achter. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... We hebben zo meteen nog tijd voor Zalo. Ik had dus, dat zei ik al bij de introductie, dat ik een laatste slide had waarin ik een aantal voorstellen per probleemdefinitie wilde presenteren. Kijk, die grote ontgoocheling. Kijk, een van de dingen die volgens mij echt cruciaal zijn, is dat we stoppen met die hyperglobalisering. We zijn, gaf ik al aan, de radicalisering van de neoliberale revolutie. De politieke elite en ook de Davos-elite weet eigenlijk geen ander antwoord te verzinnen op de noden van vandaag dan nog een schep erbovenop te doen. Dus we hebben banen en groei nodig. Dus wat gaan we doen? We gaan de vrijhandelsruimte nog verder vergroten. We gaan TTIP in gang zetten. We hebben nu 500 miljoen consumenten in de Europese Unie. We gaan er 350 miljoen aan de Verenigde Staten bijvoegen. Dan hebben we 850 miljoen consumenten. En dat moet dan groei en banen gaan genereren. Terwijl we tegelijkertijd gezien hebben, hè, dat is die vrachtwagenchauffeur, dat die 500 miljoen consumenten, die leidt er al toe dat heel veel mensen hun baan verliezen. Dus dat is niet het antwoord. Dus qua globalisering denk ik wel, een aantal belangrijke thema's zoals klimaat, zoals de vluchtelingenproblematiek, dat zijn wel zaken die we, om dan een terug te kijken naar de natiestaat, waar we dan, dat vind ik dan ook een beetje... Dat is niet wat ik bedoel. Makkelijk daarin. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is stoppen met die hyperglobalisering en een zekere mate van kapitaalcontroles. We hebben in 2008 gezien dat grensoverschrijdende kapitaalbewegingen enorm ontwrichtend zijn. Zowel voor het zendende land als voor het ontvangende land. En zelfs onverdachte voorstanders van het establishment als Martin Wolf van de Financial Times, die hebben dus pleidooien gehouden voor het weer opnieuw introduceren van een zekere mate van beperkingen op kapitaalverkeer. We hebben in Europa een poging gedaan om een financial transaction tax op te tuigen, een slappe variant van de Tobin-tax, waar radicale, kritische NGO's ook mee zijn gekomen. Wat mij betreft is dat de kant die we op moeten. Er moet zand in de wielen van de hyperglobalisering gestrooid worden. Er moet effectief en
en actief internationaal belastingontwijking bestreden worden, ook het grootbedrijf moet zijn fair share of taxation betalen. En dat betekent dat je dus ook voor een deel weer burgers kunt ontlasten als grootbedrijven meer gaan betalen, waardoor die inkomens weer gaan stijgen. We hebben natuurlijk inderdaad een groot klimaatprobleem op ons afkomen, waardoor we dus uiteindelijk ook naar een situatie moeten waarin we niet eindeloos allerlei halffabrikaten de wereld overheen transporteren, maar weer dichter naar de consumptiemarkten toebrengen. Want als je kijkt naar een bedrijf als Apple, dat is natuurlijk één grote ontwijkingsbeweging die daar plaatsvindt. De productiekosten van een iPhone zijn volgens mij netto iets van $150. Dat ding ligt in de winkel voor $700. Daar kan natuurlijk best wat van af. En dat betekent dat we dat voor een deel weer terug kunnen brengen naar de Europese Unie en naar de Verenigde Staten. Want het doet het vooral via belastingontwijking en het doet het via het ontwijken van allerlei arbeidsomstandigheden door het te laten plaatsvinden in China. Dat kan kleiner, dat kan dichter bij elkaar. Die interventies die kun je doen. En daar heb je inderdaad gewoon politieke steun voor nodig. Dus Nederland in zijn eentje kan een begin maken. Wij kunnen ons eigen belastingparadijs morgen opdoeken als we dat willen. Daar verliezen wij helemaal niets aan. De enige die daar wat aan verliezen, dat zijn 1500 fiscalisten die bij KPMG werken aan raison van 1,3 miljoen op jaarbasis. Nou, dat kunnen we missen als kiespijn. Maar we hebben natuurlijk ook inderdaad Europese coördinatie nodig om al die andere dingen te doen. Is het dan zo simpel dat als we deze maatregelen nemen, dan stijgen onze inkomens, dan worden we vanzelf weer tevreden burgers en dan maken we de juiste politieke keuzes? Nee, het is wel zo dat op het moment dat je... Kijk, wat we nu zien is toch een grote discrepantie tussen de geleefde werkelijkheid van burgers aan de ene kant en het verhaal wat door de elite verteld wordt. Die discrepantie moet kleiner gemaakt worden. En dat is volgens mij echt cruciaal. Die grote ontgoocheling moet weggenomen worden. En daar hoort het tweede bij, en dat heb jij volgens mij uitstekend verwoord. Politici moeten uit die bubbel komen. En dat betekent wat mij betreft inderdaad dat je je als politicus constant bewust moet zijn van het feit dat the other half lives in a different way. Wij staan te wachten op dat kille, waaierige perron, omdat we de tweede klas trein moeten hebben. We komen erachter dat de NS weer te weinig rijtuig heeft ingezet, waardoor we op ons werk komen, terwijl we de hele tijd hebben moeten staan in het gangpad. Dat maakt de gemiddelde politicus niet of nauwelijks mee. Dus die moeten gewoon weer onder de burger komen. De privileges die ze hebben, moeten wat mij betreft afgenomen worden. En ze moeten dus inderdaad veel meer gaan praten. Jaag ze dat hok uit en laat ze inderdaad gewoon veel meer maatschappelijke stages verrichten. Parlementariërs, ministers en staatssecretarissen. De luxe mag er wat mij betreft af. En het derde, en dat is natuurlijk toch een vorm van radicale integriteit. Ik noemde het de grote vervreemding. Wat mij betreft moet die semi-publieke sector, die moet nu radicaal aan de balken en de norm gehouden gaan worden. Ik ben ook toch een voorstander van het weer naar de schatkist brengen van ons volksgezondheidsstelsel. Gooi die quasi-marktpartijen eruit. Zorg ervoor dat die salarissen naar beneden komen en streef radicale transparantie na. Met wie spreekt de minister-president? Zet dat op een internet. Zet dat op het internet. Maak zichtbaar aan burgers met wie jij praat. Zorg ervoor dat lobbyisten geen toegang meer krijgen. Maak openbare lobbyregisters. Knal al dit soort marktkooplieden uit de politieke tempel. Dat zijn wat mij betreft pogingen om zoiets van integriteit weer opnieuw in het Haagse, maar ook in het Brusselse te realiseren. Dan nog één vraag. Die kloof die bestaat dus aan de ene kant uit die politici, maar aan de andere kant uit het electoraat. Ja. Zie je daar ook nog een verantwoordelijkheid liggen? Van het electoraat? Het risico zeker. Is natuurlijk paternalistisch te zijn en richting een kiesdrempel te denken. Maar je zou wel kunnen denken, het electoraat moet iets meer doorgaan krijgen. Dat het niet alleen maar gaat om... wat jij wil en dat één op één vertaald wordt naar de politiek, maar dat de politiek een algemeen belang dient, wat niet per se... Nee, zeker. Nou, kijk, een van de dingen die ik wel aardig vind aan het boek van Tom van der Meer is dat hij dus aan de ene kant zegt, dus burgers hebben weinig problemen met het democratisch stelsel, veel met politici. Dat betekent feitelijk dat je dat democratisch bestel kunt houden in grote lijnen zoals het is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat burgers de mogelijkheid krijgen om af en toe, als het gaat om zwaarwegende zaken, via bindende referenda te kunnen ingrijpen. Ik zou dus daar wel een voorstander van zijn om dat in te bouwen, maar dus alleen bij echt soevereiniteitsoverdracht. En het tweede waar ik een groot voorstander van ben, is dat wij op
dat we eigenlijk vormen van sociale democratie en economische democratie, die dus op een veel kleiner schaalniveau zouden kunnen functioneren, weer opnieuw optuigen. Dat hebben we natuurlijk in de jaren 70 willen proberen te doen via zoiets als een wet op de ondernemingsraden. Wat mij betreft moet dat opgetuigd worden, zodat je op lokale niveau, dicht bij je eigen werkomgeving, dicht bij de school, dicht bij de universiteit, ziekenhuizen, leerscholen van democratie kunt genereren. Waardoor burgers veel vaker geconfronteerd worden met het type lastige afwegingen, verschillende trade-offs die je moet nemen, die allemaal horen bij het proberen te behartigen van het publieke belang, die politici ook doormaken. En dan kan je wellicht ook een grotere mate van empathie bij het electoraat verwachten voor de lastige keuzes die politici af en toe moeten nemen. Ja, ik denk dat daar veel in zit. Referenda zie ik persoonlijk minder in. Ik denk dat sowieso de referenda die we nu hebben, maar wellicht zijn we het daarover eens, ze zijn eigenlijk nikszeggend, want adviesgevend. Ja. En wat hebben we daaraan? Nou, dat hebben we wel gezien. En tegelijkertijd, het is het voorleggen van een referendum zoals ze er zijn, is vaak zonder nuance. Het is ja of het is nee. Dan zou ik ervoor zijn dat een referendum veel meer keuzemogelijkheden heeft. Want dat ben ik het mee eens. Hoe hard is dat? Ja, net zoals die Brexit. Sowieso is dat heel dicht bij elkaar. Kies je dan voor een nee dan echt een harde Brexit of een zachte Brexit? Ja, die nuance zit niet in referenda. Dus dat vind ik wel een lastige om daarnaar te kijken. Wat mij dus opvalt, hè, dat is met name rond die eurocrisis gebeurd. We hebben een aangescherpt groei- en stabiliteitspact gekregen, waarbij met name de Europese Commissie veel grotere zeggenschap heeft gekregen op wat toch een van de meest democratische grondrechten is binnen nationale representatieve democratieën die je maar kunt verzinnen, namelijk de besteding van ons eigen belastinggeld, het begrotingsrecht. Dus de Europese Commissie heeft veel grotere zeggenschap gekregen over hoe wij begroten en waaraan wij onze belastinggelden besteden. Ik vind eigenlijk, als je dus vanuit democratie-theoretisch perspectief naar deze overdracht van bevoegdheden kijkt, dat het Nederlandse electoraat, wat natuurlijk toch de grondslag is van democratische legitimiteit, dat zal je met me eens zijn, dat die bij deze overdracht eigenlijk een bindend referendum voorgelegd had moeten krijgen over deze verregaande bevoegdheidsuitbreiding van de Europese Commissie en dus een bevoegdheidsafname van het Nederlandse parlement. En deze specifieke casus geeft aan, en ik vind dat toch een stuitende constatering, dat onze basale democratische grondrechten soms niet in goede handen zijn bij onze eigen parlementariërs. Nou, dat vind ik dus echt een hele schokkende constatering. Ik denk dat het wel belangrijk is om daar eerlijk over te zijn, dat 50% van de wetten niet hier worden en Europa worden gemaakt. En dat wij eigenlijk dat goed is dat de burger dat beter op het netvlies heeft. Ik geloof dat jouw vraag ook was van wat kan de burger doen? Hè? Ja. Want ik denk dat de burger zelf natuurlijk het verhaal moet horen, beter moet horen. Wij dat beter moeten vertellen. Maar dat er ook iets ligt bij de burger zelf. En ik denk dat je ook ervoor zou kunnen pleiten om met de burgers, en dan denk ik vooral aan op jongere leeftijd, meer aandacht te geven van hoe werkt democratie, representatieve democratie. Zeker, ja. Daar echt op in te steken. Ik zie het ook aan studenten die ik zelf college geef. Er zijn studenten die ook nog steeds niet goed weten hoe het in Nederland werkt. Er zijn ook allemaal aankomende academici. Dus daar gaat wel iets mis. En als dat het geval is, dan is het dus ook aan de burger om daar iets meer mee te doen. En of dat nou via, dat denk je dus dat dat via het onderwijs moet. Maar ik denk dat het wel ook iets is om goed naar te kijken. En de media. Eens, of is en dat ik ben het daarmee eens natuurlijk. In het onderwijs zouden wij inderdaad, wat is het, staatsinrichting, democratische grondrechten, burgerschapsrechten, dat zou gewoon onderwezen moeten worden. Maar ik denk dus inderdaad ook dat er een rol ligt voor media. Zeker. We hebben toch op de een of andere manier, we hebben niet alleen incidenten politiek, we hebben ook incidenten media. Ik merk dat ook bij redactie Buitenhof, dat dan journalisten die zien zo'n aftreden als Van der Steur, dat zien ze als het hoogtepunt van het jaar. Ik bedoel, burgers lachen daar. Die zien dat dus inderdaad als een futiliteit. Maar voor journalisten is dat, dat is dit, hier gaat het om. En dat leidt tot een enorme kortademigheid en kortzichtigheid. Waardoor je ook als journalist en als burger, weet je, het zicht verliest op de lange termijn ontwikkelingen. En dat zouden we, ik bedoel, een zekere mate van collectief geheugen is ontzettend belangrijk.
Journalisten zouden bij uitstek de dragers van dat collectief geheugen moeten zijn. En dat zijn ze in afnemende mate. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de commodificatie, om dat zomaar te noemen, van het nieuws. Men is op zoek naar clickbaits. Men wil zoveel mogelijk lezers, likes, retweets, weet ik veel wat. En dat heeft natuurlijk in feite ook onze parlementaire verslaggeving. Het heeft het journalistieke bedrijf enorm getransformeerd. Maar hoe zie je daar dan een oplossing als dat zou moeten veranderen? Ja, ik heb wel eens gesuggereerd, maar dat is een niet al te. Niet, dat is een suggestie met ook allerlei handen en voeten. Een grotere mate van publieke financiering van in ieder geval een deel van de pers, waardoor die commerciële druk licht vermindert. Maar dan krijg je dus vormen van staatspers. Ja, dat is ook niet altijd geslaagd. Ja, kijk, godzijdank hebben we natuurlijk ook zoiets als De Correspondent, Follow the Money. Er zijn dus allerlei nieuwe journalistieke initiatieven die veel meer doen, waarvan ik vind dat de journalistiek zou moeten zijn. Ja, ben ik het mee eens. Maar die worden natuurlijk wel ook weer door hoogopgeleide mensen gelezen. Absoluut. Ja. Ja, en ik denk ook dat zoiets als die integriteitskwesties, dat het bijvoorbeeld ook het aftreden van Van der Steur. En hij doet dat op een manier. Dat is echt, eigenlijk zegt hij. En dat is jouw specialisme, dat is toch? Ja, afgetreden mannen is mijn specialisme. Is daar psychologisch iets over? Ja, dus dat zouden we het over kunnen hebben. Inderdaad, maar ook Van der Steur. Maar we zagen het ook bij Teven en Opstelten. Die staan daar in de Kamer en die zeggen eigenlijk, wij hebben niks fout gedaan. En de Kamer is gek. De Kamer is gek. Wij hebben niks fout gedaan. Wij doen het voor volk en vaderland. Dat is natuurlijk ook niet te begrijpen voor de burger, dat zoiets gebeurt. En als dat uitvergroot wordt in de media, dat gebeurt. En dat gebeurt, dan zijn we verkeerd bezig, denk ik. Ja. Nog één ding over die kiezer. Want nogmaals, ik ben het helemaal met jullie eens, hoor. Dat die kiezer ook opnieuw zou moeten worden opgeleid over hoe de politiek werkt. Maar ik vraag me dan af, gaat dat überhaupt werken? Want dan heb je waarschijnlijk weer de hoogopgeleide kiezer te pakken. En is het niet eigenlijk ook weer een vorm van paternalisme, waarin je zegt van ja, oké, jullie stemmen dit nu, maar dat komt omdat jullie eigenlijk niet begrijpen hoe politiek werkt? Ja, ik bedoel, ik ga nu. Het is altijd lastig, hè, om iets algemeens te zeggen over de Nederlandse kiezer. Maar een van de dingen die mij opvallen is dat ik ga dus nu al een aantal maanden het land door als kandidaat op de lijst van de Partij voor de Dieren. En ik doe dat met Marianne Thieme en wij presenteren dan dat boek. En daar zitten 150, 200 mensen. Er komt van mensen van allerlei slag komt daarop af. En we hebben ook dat zie je wel vaker, mensen die werkzaam zijn in die onderwijskolom, dat we dan uitspraken doen over de lager opgeleide burger. Maar die lager opgeleide burger is ook niet achterlijk. Ik bedoel, heel veel mensen die informeren zich op allerlei wijzen. Mm-hmm. En die sociale media die bieden natuurlijk een keur aan informatie. En mensen pikken daar toch dingen uit die aansluiten bij hun wereldbeeld, maar soms ook dingen die schuren met hun wereldbeeld. En die proberen uit al die brokstukken van informatie zo goed en zo kwaad mogelijk een adequaat beeld te creëren van de samenleving waarin zij zich bevinden. En soms kom je dan uitlatingen tegen waarvan je afvraagt, jemig, wat moet ik hier nu weer mee? Maar je ziet ook heel vaak dat mensen wel degelijk de vinger weten te leggen op de pijnlijke, zere plek. En de dingen waar ik het over had, hè, dat men er toch achter komt, ja, die gezondheidszorg, die wordt dus nu voorgesteld als de beste van Europa. Dat is dus je reinste flauwekul. Volgens de OECD is het een hele matige gezondheidszorg en een hele dure gezondheidszorg. En dan komt het kabinet met een ander verhaal en burgers prikken daar dus haarfijn doorheen en zonder dat ze het goed en wel beseffen, reproduceren ze dus in hun eigen oordeel over de Nederlandse gezondheidszorg gewoon simpelweg het OECD-oordeel. En dat is toch fascinerend? En mensen zijn enorm kritisch over die banken en waar ze die informatie vandaan halen. Ik heb geen idee, maar ik vind ze veel kritischer dan veel van mijn establishment vrienden in de politiek en de media. En dat komt voor een deel door dat verleiderstoneelstuk, waar hele rare dingen in zaten, maar waar ook hele goede dingen in zaten. Dus ja, wie ben ik dan om deze laag opgeleide burgers of lager opgeleide burgers ervan te betichten dat ze ongeïnformeerd zijn? Ja. Dat gaat niet één op één samen. En ik denk dat wij als werknemers in die onderwijskolom niet de fout moeten maken dat we het belang van diploma's
gaan overschatten. We zijn zelf als academici met tijd en wijle zo ontzettend stupide. Kijk nou maar wat we slikken aan universiteiten. We slikken allemaal idiotie van onze eigen managers. We komen er niet tegen in opstand. En we doen net alsof dat een zekere mate van rationaliteit heeft. We zijn een stel makke schapen, dames en heren. Dus hoezo zijn wij beter en beter geïnformeerd dan de lager opgeleide burger? Ik weet het nog zo net niet.